ik jou nu ook een beetje aankondigen als het mannetje wat Peter Giddens boos heeft gemaakt. Stop eens even met filmen. Nee, maar dat kunnen we kinderachtig doen. Als jij dit gaat uitzenden, een heel groot probleem, hè? Ik kijk al dagen achterom natuurlijk. Ja. Nee, helemaal niet. Volgens mij zegt hij nu continu, want hij dreigt ook met advocaten en zo, dat er afspraken gemaakt zijn. Maar er zijn helemaal geen afspraken gemaakt. Ik vond het wel even lekker om te zien dat hij toch ook wel een andere kant heeft. Want op het laatst heb je er wel zoiets van, oké, okay, ja, dat is dan ook Gilles. Ik heb wel eens harder mijn best moeten doen om een andere kant van iemand te laten zien. Hè? Ja. Hij liet vrij snel zijn masker vallen. Ja. En dan zie je dat hij dit misschien niet gewend is of zo. Heb je al iets gehoord uit kamp Gilles? Misschien wel meerdere, maar er is mailcontact vanuit de advocaat. Het leuke is, we hebben wel een berichtje nog aan jou gericht van Peter Gilles binnengekregen. Nee, oh, laten we even luisteren. Ja, je ziet me hierdaags. Loopt niet goed af. Weet je dat alvast?